toen ben ik ook in huilen uitgebarsten. Is dat dan omdat het u confronteert met uw eigen werkverleden? Nee, ik dacht, dit is mij hier ook gebeurd. Ja, dames en heren, van harte welkom. Operatie Interview, seizoen 7. Het nummer van de aflevering ben ik ongeveer kwijt. Maar goed dat u er bent, dus ook een grote getale. Een bijzonder programma, zeggen wij van WC Eend. In die zin dat u zo direct naar 3 interviews gaat kijken waarin u alles weet. U weet wie de interviewer is, u weet wat de strategie is, u weet wat de bedoeling van het interview is, wat die persoon uit het interview wil halen. En de enige die echt helemaal van niks weet, is de hoofdgast zelf. Die heeft ja gezegd tegen het programma, namelijk met de formule. U wordt geïnterviewd door 3 mensen. Je weet van tevoren niet wie, waarover en hoe het zich gaat uitpakken. Het enige wat de persoon weet, is dat het om 3 interviews gaat die alle 3 de lengte van 12 minuten hebben. Het opmerkelijke aan haar carrière is, want zij studeerde dus rechten, is dat zij een bliksemcarrière maakte. En die maakte zij in verschillende functies, onder andere als bestuursvoorzitter en commissaris bij bedrijven als Deloitte, Boekel en ABN AMRO. Met dit hele rijke cv, maar zonder ervaring in de mediawereld, volgt zij op 1 januari 2022 Sjula Rijksman op als voorzitter van de NPO. Op het Mediapark kreeg zij te maken met een scala aan bestuurlijke dilemma's. Van ongehoord Nederland tot een zeer kritisch rapport over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En een nieuw kabinet dat weinig liefde toont voor de publieke omroep. En dan was er ook nog iets met het Songfestival, maar dat geheel terzijde. Graag applaus voor onze hoofdgast van vanmiddag. Dames en heren, de bestuursvoorzitter van de Nederlands publieke omroep, Frederike Leeflang. Wat leuk. Hoi. Ja. Ik volg je al een tijdje. Het valt mij op als ik dan ook wat interviews in aanloop naar vandaag zit te kijken, is dat je begon eigenlijk heel voorzichtig. Ik weet nog dat je ooit een keer in Amsterdam-Zuid tegenkwam, dat je net het Volkskrant interview geef. En toen zei ik tegen, nou ja, wat een nikszeggend interview, zei ik zo. Het doel is wat vriendelijker. Maar dat is inmiddels geruime tijd geleden. En ik valt mij op in die interviews dat je steeds uitgesproken aan het worden bent. Dat weet ik niet. Maar vind je het heel raar dat ik het zeg? Nou ja, je moet wel eerst even natuurlijk een kat uit de boom kijken. Ja. Maar volgens mij was ik daar toen ook al best wel uitgesproken. Want het interessante wel is als ik iets zeg. En dat was eigenlijk een van jouw eerste vragen. Hè? Van, je weegt je woorden wel heel voorzichtig. En je weet wel wat je wel niet kan zeggen. Maar als ik iets zeg, dan heeft dat vaak ook enorme effecten. Ja. Dus als je iets zegt over je voorganger of over wat je vindt van iets of over hoe wij nou kijken naar grensoverschrijdend gedrag of hoe wij kijken naar de ontwikkeling van het bestel, dan heeft dat meteen effect. En dat wordt ook heel vaak uit het verband gerukt. Dus het is ook wel logisch dat je soms voorzichtig bent. Ja, op je hoede. Terwijl... Is het gebeurd de afgelopen tijd dat je wel eens achteraf iets terugziet dat je denkt, ai, dat is niet goed, dat is niet goed? Nou, er zijn wel eens dingen die... Kijk, alles wat ik zeg is bewust. En alles wat ik zeg, zeg ik ook omdat ik daarachter sta. Maar er zijn wel eens momenten dat ik denk, dat is verkeerd geïnterpreteerd. Dan leg je het bij de ander. Ja, of dat ik daar misschien iets te ruimhartig ben geweest. Oké. Okay. Dat ga ik nu niet zeggen. Nee. Ik vind mij krijg jij niet los? Volgens mij hebben we voldoende spanning opgebouwd. Ik ga je meenemen naar de operatiekamer. Kom mee. Zet hem op. Ze zijn inmiddels vanuit die ruimte hiernaast naar de deur hierachter gekomen. Wij zijn heel blij dat je in ieder geval hier bent. Nou, leuk. Wat ga je doen zo direct? Nou, ik ga beginnen met... Wil ik vragen hoe het eigenlijk met Remco van Leen is. Want zoals we weten is hij... wegens grensoverschrijdend gedrag zit hij thuis. Dus ik wil eens even weten hoe het met dat onderzoek is. En dan wil ik het eigenlijk hebben over die programmering... en hoe ze programmeren en hoe dat systeem werkt. Omdat ik natuurlijk vanuit SBS6 deden wij zeg maar met 3 man de hele zender. Dus daarin kochten we programma's, we deden de budgetten... we de begrotingonderhandelingen en we zetten het hele schema in elkaar... En daar zijn bijvoorbeeld bij NPO 1 al 4 man voor. Dus ik wil even weten hoe dat dan gaat, hoe dat dan werkt daar. En dan wil ik gaan naar de NPO als organisatie, of het niet een te groot log apparaat is geworden. Omdat je natuurlijk daar ook al die omroepen hebt en die bepalen de programma's. Ja. Maar producenten die pitchen ook weer bij de NPO. Dus is die macht van de NPO niet veel te groot geworden? Moet dat niet veel meer terug naar de omroepen, zoals ook het rapport van Giel zegt? Dus jij zegt eigenlijk, met die 100 miljoen bezuiniging is een zegen. Dan kunnen ze eindelijk het waterhoofd daar slopen. Nou, ben al wel heel benieuwd waar zij die 100 miljoen, of dat daar van afgaat, ja. Dat is hopelijk mijn conclusie, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje bescheiden en ook wel iets nerveus over hoe dit allemaal gaat. Dus ik hoop dat ik daar bij die vraag terechtkom. Maar we gaan kijken. Maar even voor de helderheid,
Wat is voor jou, wanneer is het geslaagd, laat ik het zo simpel stellen? Het is voor mij geslaagd als zij zegt inderdaad die 100 miljoen moeten we best wel kunnen missen. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Roos, hoe ga je het aanpakken? Nou, kijk, voor mij is 12 minuten een heel raar format. Want ik werk normaal in interviews die meer dan 3 uur zijn. Of een zomergast is 3 uur. En mijn podcast, daar heb ik bijna iedereen meermaals voor geïnterviewd. En dat waren vaak gesprekken van 2 tot 4 uur. Dus voor mij is 12 minuten heel kort. Omdat in die lange gesprekken gaat het vaak inderdaad juist heel erg over dat opbouwen van vertrouwen. Op een manier zoals een gesprek dat op een natuurlijke manier ook doet. Je doet niet je meest persoonlijke ontboezemingen binnen 10 minuten. Dat in een privégesprek doe je dat vaak ook niet. Dus dat vind ik spannend. Maar ik ben geen politiek interviewer of kritische interviewer. Dus voor mij ben ik meer in haar geïnteresseerd als mens dan als bestuursvoorzitter. Dat is ook precies waarom je me gevraagd om hebben. Ik ben gewoon vooral benieuwd hoe zij in haar carrière als vrouw in die masculine wereld, in die masculine omgeving, waar zij zelf mee te maken heeft gehad. Ik denk dat zo'n dossier als Rapport van Rijn voor haar, dat gaat dan over de omroep, maar ze heeft zelf ook gezegd dat is op de Zuidas net zo. Ik hoop dat ze daar misschien ook iets persoonlijker over zou willen zijn. Maar als ze dat niet wil, dan kunnen we het daar ook wel algemener over hebben. Dus ik hoop vooral gewoon een wat persoonlijker gesprek te hebben over de conflicten waar je tegenaan loopt als vrouw in zo'n wereld. En ook de overstap die je op een gegeven moment zelf maakt als je zelf in een leidinggevende functie komt. En de verantwoordelijkheid die daarbij komt. En of je dan, wanneer je realiseert dat jij zelf in een positie van macht zit en wat dat betekent. En welk conflict dat misschien ook met jezelf oplevert. Of ze zelf eens haar zelfbeeld heeft moeten bijstellen daarover. Ja, Lars, we komen bij jou uit. We kennen elkaar ook al een tijdje. Een van de redenen dat we bij jou uitkwamen is die podcast die niet eens zo heel lang bestaat. Hoe lang besta je met die Communicado's? 2,5 jaar. 2,5 jaar, nou dat is toch wat langer dan ik dacht. Maar de NPO en het bestuurlijk optreden. Jij gaat er echt als bestuursvoorzitter interviewen. Daar hebben we het wel eens over. In de podcast. Want dat is wel echt een van jullie dingen. Het ene incident na het andere en jullie vliegen erop. Nou ja, proberen uit te zoeken hoe het zit. Ik denk dat dat voor ons het belangrijkste is. We proberen een mening te geven. En soms vaak, heel vaak zijn we het ook niet met elkaar eens. Ik doe het met Victor Vlam. Ja. En je probeert uit te zoeken hoe het echt zit. Zodat je uiteindelijk als luisteraar ook wel kan concluderen van, vind ik dat ook, vind ik dat niet. Wat ik zelf het meest interessant vind, is het spanningsveld tussen de NPO en de omroepen. Want wat zij zelf bijvoorbeeld bij Buitenhof zei, en ik heb wat uitspraken meegenomen. Ga je bij Lars ook nog vragen naar zijn papierwerk? Doe dat vooral. Eigenlijk moet je ze direct gewoon over je schouder weggooien. Maar wat ik bijvoorbeeld heb opgeschreven is haar precieze uitspraak bij Buitenhof bijvoorbeeld. Dat ze dan straks zegt van dat heb ik niet gezegd. Nou, ik heb hier de precieze uitspraak. Dit heeft u gezegd. Maar dit gaat volgens mij over Bert Huisje de... Komt straks. Maar zij heeft ook een keer bij Buitenhof gezegd, je gaat nergens over, maar je bent overal verantwoordelijk voor. Dus het is een lastige functie die ze heeft. En dat zit dan vooral in dat een beetje rare snijvlak tussen de NPO aan de ene kant en de omroepen aan de andere kant. Wie is waarvoor verantwoordelijk? En als je bijvoorbeeld hebt over een presentator, wie is verantwoordelijk voor het aanstellen van een presentator? Of je mag blijven als hij onder vuur komt te liggen. Als iemand onder vuur heeft gelegen, wanneer mag hij weer terug? Is dat aan de NPO of is dat aan de omroep? Nou, en dan heb je het over bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk, waar zij een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker. Maar even, direct gaan we zien welke onderwerp je doet. Maar jij, volgens mij is de bedoeling van jouw interview dat je bepaalde inconsequentheid van haar handelen wil. Hoop ik dat is een beetje toch haar hoofddoel. Ja, kijken of zij zo consequent is als ze zegt dat ze is, als het gaat om wie nou eigenlijk aan de touwtjes trekt. Ja. De NPO of de omroepen. Bij Matthijs van Nieuwkerk heeft ze dingen gedaan waarvan alle omroepen zeggen, daar had zij zich nooit mee mogen bemoeien. Dus daar heeft ze echt dingen gedaan waarmee ze buiten haar verantwoordelijkheden is getreden. En er is bijvoorbeeld ook heel veel weerstand bij de omroepen over de manier waarop ze bijvoorbeeld Bert Huisjes onder de bus heeft gegooid. Hè? Dus zij zat bij Buitenhof. Ja. Nee, we gaan niet helemaal nu doen. Ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan zijn wij er ook klaar voor. Uw eerste gast. Hoi. Hey. Tina, leuk. Ja, hoi. Nou, hartstikke leuk. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk. Ik weet niet of ik al die cijfers paraat heb, hoor, Tina.
Nee, de cijfers. Oh. Nee, die ga ik je zo nog ondervragen. Nee, hoor. En wie controleert dan dat, bijvoorbeeld die programmering? Want daar zijn dan nu netmanagers over. Maar wie controleert dan, ja, nu is de directeur video er niet. Wie controleert dat dan? Worden zij daar wel eens op aangesproken van, goh, nou, het is misschien wel een beetje zwaar om naar B&B, om daar naar leven naast de dood te programmeren. Hadden we dat niet een iets lichter programma moeten combineren en een wat zwaarder combineren met dat zware programma? Weet je, er zijn natuurlijk meer. Hè, er zijn twee directeuren video. Dat hebben we natuurlijk heel specifiek gedaan. En er zijn natuurlijk, er zit een heel groot team met allemaal talent en met allemaal kennis van programmering. En wat we ook natuurlijk proberen is om te kijken of we de kennis van programmering, hè, dus hoe programmeer je op andere manieren, op andere kanalen, hè, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Wij willen niet alles meer lineair. We leven in een digitale wereld. Hè, vandaag de dag, ik denk dat merendeel hier kijkt op een andere manier, een ander mediagebruik. En alles wat online en on-demand gaat, dat is toch anders dan dat je het lineair programmeert. Overigens zijn er ook heel veel omroepen. Hè? Dus de gesprekken die worden gevoerd, worden niet alleen door degene die bij de NPO werken gevoerd. Maar ook met heel veel omroepen die programma's maken. Of met heel veel producenten die programma's maken. Ja, dat jullie zeggen, denk daar eens aan. Of wat ja, dat gesprek is volgens mij, weet je, natuurlijk. Ja. Het is altijd een lastig gesprek, want ik heb ook wel geleerd in die 3 jaar tijd dat ik er nu zit, dat op de een of andere manier wil altijd iedereen op NPO 1 op prime time. Want dan denkt iedereen, ja, dan heb ik de meeste kijkcijfers. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Want ja, dat weet ik niet. Op NPO 3, bijvoorbeeld die serie. Ja, als je op NPO 3 zit, ja, dat is gewoon zo. Krijg je gewoon veel minder promotie. Alleen het programma makkelijk scoren. Ja, maar dat zeg jij, maar dat is niet helemaal waar. Nou, ik hou NPO daar wel bij in. Ja, ja, maar wij hebben ook wel andere gegevens. En daar blijkt uit dat NPO 3, programmering op NPO 3, doet het gewoon heel goed onder bepaalde doelgroepen, hè. Ja. Bijvoorbeeld CM was een programma wat het lineair minder deed. Maar on demand ging het door het dak met allemaal nieuwe doelgroepen. Nou, daar zijn we bijzonder trots op. En ik denk ook dat dat onze rol is. Ja. Het was over zo'n programma dat ging over sexting. Hè? Nee, ja. Maar ik wil het meer over de organisatie NPO hebben. Ja. Jullie hebben dus nu 4 man op NPO zitten. 4 man op NPO 2 en 4 man op NPO 3. Als ik dat in dat schema zo zag wat jullie verspreid hebben. Ja. En ik vroeg me af, bij SBS6 deden wij zeg maar de hele zender, inclusief het aankopen van programma, het budget, alles deden we met 3 mensen. En dat ging ook goed, de promotie, alles. Daar zitten bij jullie. Mijn vraag is, zitten er gewoon niet te veel mensen bij de NPO? Wat doen die de hele dag? Ja, dat is qua. Nou, flops. Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat. Het gaat natuurlijk niet alleen over lineaire zenders. Hè. Dit hele team is natuurlijk ook bezig met on-demand, online of online. Bovendien maar hebben we. Daar is een ander team weer voor. Nee, ja, maar dat is. Dat is dat hele plaatje wat jij hebt gezien. Dat zijn al die 4 mensen en dan nog een paar. Maar er is natuurlijk heel veel. Echt heel veel overleg met omroepen. Er is veel overleg met producenten. En daar heb je ook om al die verschillende genres te bestrijken, heb je veel mensen nodig. Ik ben het met je eens dat wij efficiënter kunnen werken. En ik vind ook dat wij te bureaucratisch zijn. En ik vind ook dat we veel te veel vergaderen en veel te veel overleggen. Maar dat is niet iets wat je in 1 dag verandert. Hè, dus ik vind ook dat wij moeten leren om te kijken hoe kan je dat op een andere manier doen. Die 100 miljoen... die hoesten wij niet 1 keer op. Dat gaat, hè, als dat bestel niet wordt hervormd, als dat niet een gemoderniseerd bestel wordt, dan gaat dat ten koste van de programmering. Dat is iets wat we niet willen. Nee. Dus daar gaan wij heel hard voor strijden. Nou, helemaal goed. Tina Nijkamp, dames en heren. Dank je, ja. Tina. Leuk. Dank je wel. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Roos van Ees, ja. Ik ben journalist en filosoof. Ik werk al sinds mijn 17e in de omroepwereld. Inmiddels meer dan 13 jaar, sinds mijn 19e bij de VPRO, waar ik onder andere meer dan 8 jaar redactie heb gedaan voor Zomergasten. Ja. U wordt natuurlijk vooral veel geïnterviewd in de rol van bestuursvoorzitter, net ook. Ik zou graag een wat persoonlijker gesprek met u voeren, meer, laten we zeggen, van vrouw tot vrouw. Ik was even door uw best wel indrukwekkende cv aan het gaan. En het viel me op dat u al vanaf heel jong in best wel een masculine werelden, werkomgevingen heeft moeten functioneren. Vanaf uw studietijd al bij Vindicat. Ik zag in het bestuur bij een ziekenhuis, een bank, de Zuidas en de advocatuur en de consultancy. Best wel harde macho culturen zou je kunnen zeggen. Ik
Ik ben benieuwd, waarom gedijt u zo goed in die omgevingen, denkt u? Wow, Roos. Nou, ik weet overigens niet of jouw observatie... Of meer, waarom blijft u, denk ik, overeind staan in die omgevingen... waar dat andere mensen misschien niet lukt? Ja, ik weet niet of de observatie dat het hele masculine werelden zijn... of dat altijd zo is, want dat wisselt ook wel. Kijk, natuurlijk heb je wel een bepaalde doorzettingsvermogen, volhardendheid nodig om een carrière te maken. En ik zeg ook altijd, en dat is, ik zie hier ook mensen uit mijn verleden zitten. Ik zie overigens ook de oude rector van mijn school zitten. Dat is ook wel heel leuk. Maar ik zeg ook altijd, kijk, als je ambitieus bent, en dat ben ik, en daar kom ik ook heel eerlijk voor uit, dan ben je ook gedreven. En degenen die mij goed kennen weten dat ik buitengewoon gedreven ben, maar wel heel waardig gedreven. Maar heeft u zich als vrouw niet ook vaak in die omgevingen heel kwetsbaar gevoeld? Nou, er zijn zeker momenten dat ik heb gedacht van, wat is het, zijn het hier voor een stelletje gekken? En, kunt u een voorbeeld geven van zo'n moment? Het bekende voorbeeld is natuurlijk dat je ergens binnenkomt lopen en dat je zo van top tot teen wordt bekeken. Of toch dat seksistische grapje. Of toch even van, ga je nu al naar huis? Ga je vakantie vieren? Terwijl ik met zo'n dikke buik van die daar zit mijn dochter. Kort voordat ik, hoezo neem jij verlof? Dat soort opmerkingen. Maar ook wel, ik weet nog, toen ik voorzitter werd van mijn toenmalige advocatenkantoor. Toen was ik net 40. En toen zei degene die ik zou op iemand in dat bestuur die ik zou opvolgen, die zei: ja, luister, hoezo denk jij dat je dat kan? Je bent net 40, je bent blond en een vrouw. Nou, dat soort dingen krijg je dan. Ik hoop dat het nu echt veranderd is. Helaas tonen meerdere rapporten aan en meerdere onderzoeken dat het nog steeds gebeurt. Ik kan je wel zeggen, toen het rapport van Rijn uitkwam, en ik wist natuurlijk ook niet wat erin stond. Dat was in dat rare bedompte zaaltje. En daar hield Martin van Rijn, vertelde wat er aan de hand was. En daarna heb ik ongeveer 25 interviews gegeven. Toen kreeg ik die hele microfoon voor mijn neus. En ik had alleen maar dat beeld van die ene pagina waar de meest afschuwelijke dingen op stonden. En ik liep terug naar ons gebouw. En ik had die pagina en ik kwam binnenlopen. En toen ben ik ook in huilen uitgebarsten. Is dat dan omdat het u confronteert met uw eigen werkverleden? Nee, ik dacht, dit is mij hier ook gebeurd. Bij de NPO? Dat seksisme, dat gewoon toch... dat jonge vrouwen, wat jou is overkomen... hoe er naar je gekeken wordt, hoe er over je gesproken wordt... hoe er over je geroddeld wordt. En sowieso, ik vind echt binnen de publieke omroep... we moeten echt leren elkaar op een normale manier aan te spreken... en niet over elkaar te spreken. Dit klinkt allemaal heel erg moralistisch, maar het is echt zo. En die roddel en achterklap en alles wordt groot gemaakt... daar moeten we echt mee ophouden. Want dat ervaart maakt... u dat nu ook nog zelfs in de leiderschapsfunctie? Juist, in leiderschapsfuncties is het het meest makkelijke wat er is. Want ik ben het meest kwetsbaar. En, wat bedoelt u daarmee? Ik ben het meest kwetsbaar? Nou ja, ik ben kwetsbaar. Ik bedoel, als ik het grootste doelwit. Nou ja, als ik hier in de aankondiging lees, Martijn... dat er sommige mensen zich afvragen of ik niet weg moet of beter kan blijven. Ja, alleen dat al zeggen... maakt dat die vraag gesteld wordt, terwijl niemand stelt die vraag. Ja, misschien mensen die het lastig vinden dat ik stenen verleg... en dat ik vind dat het echt anders moet binnen de publieke omroep. Gelukkig vindt iedereen dat inmiddels. Ik ben een buitenstaander. Ik heb ook wel een beetje mediaervaring, Martijn... want ik heb wel veel geadviseerd in de media, maar dat... Maar, ik kijk natuurlijk wel met een hele andere blik... naar hoe wij met elkaar omgaan, hoe het bestel is vormgegeven... hoe we naar de toekomst moeten. En dat is ook mijn rol en mijn opdracht. En natuurlijk loop je dan tegen heilige huisjes aan... of raken mensen hun positie kwijt. En u zei dus van, ik heb me toen op mijn 26e heb ik niks gezegd. Nee, toen niet. Dat had ik wel moeten doen. Ik wil graag een beetje verder over praten. Ja, dat is goed. Dank je wel.
Oh ja, sorry. Watertje nog? Ja, ja, ja. Over de helft zeggen we dan. Over de helft, over de helft. Jeetje, nog iemand. Slokje water. Klaar ervoor. Komt-ie aan. Hallo. Hey. Mark Duursma, podcast De Communicado's. Ja, zeker. Wow. Een vaste luisteraar, begrijp ik. Ja. Nou, dank voor de kans om u te interviewen. Ik wil het graag hebben over waarom uw baan zo lastig is. Want u gaf zelf aan bij Buitenhof, je gaat nergens over, maar je bent wel overal verantwoordelijk voor. Ja, nou, dat is het korte antwoord. Ja, en het leek me leuk om dat eens terug te brengen. Ik begreep in uw introductie dat u gaat voor duidelijkheid. Nou, misschien kunnen we die dan vandaag ook bieden. Dus die duidelijkheid. Dus ik dacht, misschien kunnen we het aftrappen met gewoon 4 hele korte vragen, waarbij u niet een heel lang antwoord geeft, maar gewoon kan aangeven, is de NPO hier verantwoordelijk voor? Zijn de omroepen hier verantwoordelijk voor? Of zijn ze wellicht beide daarvoor verantwoordelijk? Ja. Of de omroepen gezamenlijk, laat je voor. Ja, dat zou eventueel ook kunnen. Als we gaan over presentatoren. Wie bepaalt welke presentator een contract krijgt aangeboden? De omroepen. De omroepen. Wie bepaalt welke presentator een programma presenteert? De omroepen. En stel, een presentator ligt onder vuur vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Wie bepaalt of de presentator mag blijven presenteren? De omroepen. Oké. Okay. En wie bepaalt... Maar vaak gaan ze dan wel bellen. Ja, dat zou kunnen, maar daar komen we straks zeggen, dan... Mag ik dat ook zeggen of niet? Oké. Okay. Ja, nee, daar komen we straks ongetwijfeld bij. En wie bepaalt wanneer een presentator die onder vuur lag weer terug mag keren? Ah. Samen. Waarom samen? Omdat je ook wel ziet dat er dan soms steun in de afweging wordt gezocht. En ook omdat als je dan... er zijn natuurlijk een paar voorbeelden. Ja. En dan zie je dat er toch overleg is tussen omroep en NPO over de vraag... Als iemand dan kan terugkeren, en we kunnen het ook heel concreet maken... Matthijs van Nieuwkerk. Oh, ik wilde Tom Egberts noemen. Nou, laten we Matthijs van Nieuwkerk pakken. Laten we even naar Tom Egberts gaan. Nou, ik ga liever naar Matthijs van Nieuwkerk. Nee, laten we het over Matthijs van Nieuwkerk ook, hebben. Want dat is exact dezelfde situatie. Nee, dat is een hele andere situatie. Ja? Want Tom Egberts ging bijna met pensioen. Ja, nee, zeker. Maar die ging natuurlijk bijna met pensioen. En daar was uiteindelijk, kwamen ze er samen niet uit. En Tom wilde heel graag terug. En de NOS wilde dat niet. En de NOS baseerde zich daarbij natuurlijk op ervaring op de werkvloer en ook een groot aantal medewerkers die dat echt ingewikkeld vonden. En ja, hoe ze dat konden oplossen ter plekke was nog niet helemaal goed geregeld. Maar toen was natuurlijk ook de vraag, ja, als wij er dan uitkomen met elkaar, en toen kwam er zelfs een kort geding en toen had de rechter gezegd, gaat u maar de gang op, ja. Gaat u het maar oplossen samen. Dan moest er wel een programma komen. En dan is het moment dat er natuurlijk ook, wordt ook aan de voorkant al, wordt er gepraat. Ja, maar kan dat dan? He, is er een programma mogelijk? En alles wat, en dan ben ik het die dat zegt. Ja, iemand kan altijd terug. Maar het is wel essentieel dat die waarborgen, dus ook die aanbevelingen uit Van Rijn, en hoe ga je om met iemand en hoe zorg je voor veiligheid op de werkvloer, dat dat geborgd wordt. Er zit geen enkele aanname in deze vraag. De vraag is eigenlijk heel simpel. Heel goed. Want het schuurt niet alleen bij presentatoren, maar het schuurt soms ook bij de omroep bestuurders. Zeker. En ik heb eigenlijk een hele simpele vraag aan u. Heeft Bert Huisjes zich schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag? En waarom stel jij die vraag? Omdat u dit letterlijk heeft aangegeven bij Buitenhof. En heb jij die uitzending gezien? Ja, wat u daar heeft gezegd is, als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, want daar ging het hier deels om, dus voor een deel ging het daarover. En daar voegde u aan toe, want dat hebben zij zo ervaren. Maar de suggestie die bij iedereen die Buitenhof keek werd opgeroepen is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat ik daar gezegd heb, is naar aanleiding van alles wat, en ik vind nog steeds, ik vind het buitengewoon moedig dat al die vrouwen zich hebben uitgesproken. Want het waren, ga ik ook zeggen wat ik heb gezegd. En hoe dat dan vervolgens wordt opgepakt. Buitengewoon moedig hoe zij zich hebben uitgesproken. Daarna kwamen er allemaal nog meer interviews van vrouwen, nog meer verhalen. En daaruit bleek dat vrouwen, en zo heb ik het ook gezegd, zo hebben zij het ervaren, dat zij last hebben gehad in hun ogen van zwangerschapsdiscriminatie, van opmerkingen over uiterlijk, van
opmerkingen over mag je wel of niet terugkomen als je zwanger bent geweest. Ja. Of als je bevallen bent. Dat is... Vreselijk. Ja, dat is niet iets wat... Maar goed, dat is, loopt een onderzoek, hè? Ja. Dus maar ik heb... Nee, maar ik ben nog steeds niet... Ja, het is een heel lang antwoord voor dit. Ja, nee, maar zo, want ik denk ook dat het een gevoelige materie is. Daarna is ook heel duidelijk geworden dat... En als je in het rapport van Rijn kijkt, maar ook in de aanbevelingen van mevrouw Hamer... is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag zit... kan ook zonder fysieke aanraking zijn. Dat is ook zwangerschapsintimidatie. Dat zijn ook opmerkingen over je uiterlijk. Ja. En dat is wat ik gezegd heb en dat de vrouwen het zo hebben ervaren. En uiteraard heb ik op geen enkel moment... en die intentie, ik heb zijn naam niet in de mond genoemd... Het ging heel duidelijk in de vraagstelling over hem. Ik heb op geen enkel moment gezegd of de intentie gehad om te zeggen dat hij... fysiek vrouwen seksueel had geïntimideerd. Ja. En toch denk ik dat als we hier naar het Leidseplein gaan... en 100 mensen vragen... er is sprake van zwangerschapsdiscriminatie... wat iedereen heel erg vindt. Hè, dat moet de wereld uit, daar is iedereen het over eens. Als we hier 100 mensen op het Leidseplein vragen... is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag... En zijn die degene dan denk die ik dat heel veel mensen, vellen? Dat iedereen daarop zegt nee. Maar denk je dat die degene zijn die dat oordeel moeten vellen? Of zouden dat de vrouwen moeten zijn die zich geïntimideerd hebben gevoeld? Nou, op het moment dat iemand beschadigd wordt. Ik vind dit eigenlijk best wel zorgelijk. We zijn in een ontwikkeling in de samenleving om te kijken hoe we met elkaar omgaan. Wat wel of niet als seksueel intimiderend wordt ervaren. Seksisme. Seksisme kan ook zo zijn, hè? En dat kan ook van mij naar jou zijn, dat ik zo jou uitkleed. Wat alle vrouwen binnen de publieke omroep, maar binnen welke sector dan ook, regelmatig gebeurt. En dan gaan wij hier een heel gesprek hebben over of het nou wel of niet seksueel grensoverschrijdend is. Nee, maar omdat iemand beschadigd heeft. Ik heb niemand beschadigd. Iemand beschadigd heeft waar geen sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik vind dat nogal een uitspraak. Okay. Klopt het dat u dat hij een kort geding met een kort geding heeft gedreigd? Nee. Dat klopt niet? Nee. Dus er zit niet op dit moment in de zaal een advocaat die daar bijvoorbeeld bij betrokken zou zijn? Nou, dat zou zomaar kunnen dat er advocaten bij betrokken zijn. Maar ik heb daar niet in gelezen dat er een kort staat geding u achter die Ik moet streng zijn. Lars Duursma, dames en heren. Okay. Hoe hangt de vlag erbij? Laten we daar eens even het algemeen aan beginnen. Nou, ik vond inderdaad totaal andere gesprekken. Ja. Ik vond het ook heel leuk om... Tina, jij bent natuurlijk gewoon, houdt gewoon stevig vast aan hoe jij naar ons kijkt en naar de programmering kijkt. En dat vind ik, zoals ik al zei, daar leer ik ook weer van. En het is heel goed dat we scherp worden gehouden. Ja, ik vond het best moeilijk jouw gesprek, omdat je heel dicht bij me komt dan. En omdat ik dat vind ik heel knap. En tegelijkertijd zie ik jou en denk ik, wow, hoe knap. En hoe hoop ik dat je je staande houdt en wat jou is overkomen. Dat zijn toch ook wel vraagstukken. Eindigde ik toch wel een beetje duidelijk. Omdat ik echt vind dat er wat moet veranderen. Maar dat vindt iedereen. Ja, maar dan vind ik dat... Deze, zeggen dat ik iemand beschadigd heb. Ja, dat vind ik niet fijn. We gaan eens even wat structuur aanbrengen in dit gesprek, dames en heren. Oh, sorry, ik zal hem niet overnemen. Zijn er nu, want we gaan afronden. Zijn er nu eigenlijk dingen gebeurd die je verrast hebben? Of misschien wel heb je dingen ook gezegd die je helemaal niet bedoelde? Ik had één ding in het interview met jou... had ik eigenlijk op een gegeven moment moeten zeggen... ik ga hier gewoon geen antwoord op geven. Want, op welk punt? Het punt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want ik vind dat we echt in deze maatschappij... en dat is in zijn algemeenheid... dat we heel voorzichtig moeten zijn met... dat we echt goed moeten luisteren... hoe dat door vrouwen ervaren wordt... En dat is echt niet niks. En dat is een heel ander vraagstuk dan wat er in deze specifieke situaties gebeurt. Want dat wordt onderzocht, daar gaat niemand over, daar ga ik niet over. Daar gaat alleen dat rapport over de Raad van Toezicht, ik niet. Maar ik was eigenlijk jouw punt van... ja, maar als je het hier op het Leidseplein vraagt...
Toen dacht ik, ja, als je het hier op Leidseplein vraagt, dan ben je als vrouw ook niet meer veilig. Maar mevrouw Leeflang, dat vond ik best ingewikkeld. Dat begrijp, toen had maar, ik eigenlijk geen antwoord meer moeten geven. Dus dat, toch, dat had ik niet moeten doen. Ik gooi even mijn kaart op tafel, want ik ben dus freelancer bij WNL. Laat dat even duidelijk zijn. Maar u zegt, er lopen rapporten, er lopen onderzoeken en er moet dan zorgvuldigheid zijn. Dan is het toch best apart om bij het programma Buitenhof, zonder dat daar een specifieke vraag naar gesteld is, om daar dat begrip te hanteren. Nee, maar drie dagen later, Martijn, ik ga hier niet op antwoorden. Lijkt me een mooi einde. Ik heb mijn lesje geleerd. Wat nee, maar ik vind het ook onterecht. Ik vind het ook hier dat ik iemand beschuldigd zou hebben, dat vind ik ook. Dan ga ik nu even het laatste woord pakken. Oké, okay, dat is aan jou. Is niet, dat moeten we hier niet doen. Goed. Nee, dan ga ik nu echt afronden. Ik vond het ontzettend fijn dat je bij ons was. Dames en heren, geef ons een hoofdgast een warm applaus. Frederik Leeflang. Ik ga voor jullie klappen. Dank je wel. Geef ons zeer gewaardeerde trio een warm applaus. Dank jullie alle drie. Dank jullie wel. Dames en heren.